Ik heb nu wel de kans om alles echt goed te laten herstellen en in oktober aan de wintertraining te beginnen, ja, helemaal fris. Geen WK dus. Nee, het atletiekseizoen zit er sinds een aantal weken op voor de 30-jarige meerkamper. Na twee succesvolle jaren waarin de boskoper in 2013 achtste werd op het EK Indoor en vorig jaar in het voorjaar zijn persoonlijk record op de meerkamp aanscherpte, waardoor hij op de 14e plek op de wereldranglijst eindigde, kwam in de zomer van 2014 de klad erin. Het kaarsje was op na een intensieve crowdfundingcampagne en de parttime baan die Rietveld had. Het resulteerde in een slecht EK waar hij halverwege de strijd moest staken. Ja, het heeft niet meegezeten, denk ik. Ik heb wel A-status verdiend door mijn prestatie vorig jaar in Götzis. Dus op 31 december stond ik met een glas champagne in mijn hand te proosten op een jaar waarin het allemaal anders zou gaan. En van nu een jaar waarin ik me helemaal kan focussen op topatletiek. Maar op 1 januari gingen we wandelen in de sneeuw. En ik kwam bij mijn huisje, bij de bungalow in Luxemburg terug, waar we logeerden. En ik ben op een lullig stukje ijs uitgegleden en mijn enkel dubbel gegooid. Dus al op 1 januari liep ik achter de feiten aan, want ik ben toen 4 maanden bezig geweest om die enkel weer te laten herstellen. Daarna was het nog niet gedaan met de pech. Een verschoven bordje in zijn andere enkel, vermoedelijk ontstaan doordat die enkel te veel belast werd tijdens zijn blessure, heeft hem doen besluiten dit seizoen voor gezien te houden. Dat heeft het gebied daarachter wat beurs gemaakt en dat is gewoon heel vervelend, eigenlijk elke pas die ik zet. Dus we hebben besloten om dat te injecteren met ontstekingsremmer en dan moet je dus 2 weken niks doen. Dus dat is eigenlijk nu een soort de genadeklap van als ik nu weer twee weken niet train, dan kan ik echt niet meer goed voorbereid aan de start staan van de WK. Maar dat betekent dus wel dat ik over 2 weken eigenlijk wel weer gezond ben en dan nog een paar weken vakantie en dan gewoon fris beginnen aan de winter voor 2016. En in 2016 moet het dan gebeuren. Kwalificatie voor de Olympische Spelen. De limiet voor Rio is minder scherp dan het huidige persoonlijke record van Rietveld. Waar veel van Rietvelds meerkampcollega's dit jaar in Götzis al kwalificatie afdwongen, of dat eind deze maand hopen te doen op het WK, moet Rietveld dan nog zien te bereiken. Hij krijgt er volgend jaar slechts een paar kansen voor. Reëel gezien 2 goeie. Dus eentje eind mei en eentje dan eind juni, begin juli. Dan verder is er geen ruimte in het chronologisch zou kunnen kijken om een halve meerkamp te doen. Je kijkt hoe ver je komt en dan stoppen en weer verder. Maar dat wordt zo'n limietenjacht, dat loopt meestal niet goed af. Dus we kunnen beter 2 momenten kiezen en daar vol voor gaan. En deelname aan de Olympische Spelen maakt dat je carrière af. Is dan je carrière geslaagd? Nou, voor mezelf heb ik het idee dat ik nu dit jaar A-status heb, als het mee zit volgend jaar ook nog, dat ik echt de kans heb gehad om alles op alles te zetten om het te halen. En dat ik nu die reis naar de Olympische Spelen heb kunnen doormaken, dat maakt het voor mij eigenlijk al af. Of ik het dan haal is een beetje ondergeschikt, want dat is van zoveel factoren afhankelijk. Ja, maar je gaat mij niet wijsmaken dat je niet ontzettend teleurgesteld bent als je het niet gaat redden, Rio. Ja, dat kan ik niet voorspellen. Zoals ik er nu in sta, heb ik dat gevoel niet. Want ik ben echt heel erg trots dat ik ruim 8000 punten gehaald heb. En ik vind het heel mooi dat ik die reis naar de Spelen kan meemaken op Papendal, in een tennisgroep met de wereldkampioenen. Ja, maar er is toch niks zo frustrerend om te weten dat je het kan halen. Je PR is nota bene hoger dan de limiet voor de Olympische Spelen. Je weet dat je nog steeds beter kan, ondanks je blessure, ondanks dat je weinig wedstrijdritme hebt opgedaan de afgelopen maanden, of zeg maar dit jaar, heb je toch sprongen vooruit gemaakt. En dan ben je niet teleurgesteld als je het niet gaat halen. Rio, het Walhalla, hetgeen wat iedereen wil bereiken als sporter, als topsporter. Ja, ik ben heel procesgericht. Ik vind het proces, de reis, heel erg mooi. En het is niet zo dat... want je ziet sporters die een medaille halen, zie je dat vaak zeggen van hier heb ik het allemaal voor gedaan. Dus die hele reis, dat interesseert ze niet. Het gaat alleen maar om uiteindelijk die medaille. En ik ervaar dat heel anders, want ik vind elke dag gewoon heel waardevol. Werken aan mezelf, werken aan verbetering. En kijk, ik ben ook gewoon reëel. Ik heb een paar kansen volgend jaar om het te halen. Ja, als het niet lukt, dan zei dat zo. En dan kan ik wel terugkijken op 10 hele mooie, leerzame topsportjaren. Hoe groot acht je de kans dat je je gaat kwalificeren voor Rio? Ja, je wil een percentage horen. En ik... elk percentage dat ik zeg is waar of niet waar. Maar ik wil wel boven de 50-50 gaan. Laten we het daarop houden. Het zouden zijn enige Olympische Spelen moeten worden. Want na 2016 sluit de dan 31-jarige Rietveld zijn topsportcarrière af. Het liefst met deelname aan de Spelen op zijn cv. Maar goed, als je dan naar Rio mag, als je inderdaad naar die Spelen toe mag, waar zie je jezelf dan terug uiteindelijk? Op welke plek ongeveer? Top 10? Ja, als je naar de afgelopen Spelen kijkt, dan met mijn record zou je inderdaad rond plek 8 komen. Nou is die Olympische tienkamp altijd veel zwaarder dan een tienkamp op andere plekken. Maar je moet ook weer niet uitsluiten dat ik daarmee om kan gaan. Dus zo plek 8 tot en met 10 is denk ik echt het hoogst haalbare op basis van mijn talent, van mijn potentie.